Kindermishandeling in Vlaanderen. Voor het eerst spreekt Patricia over het jarenlange misbruik door haar vader. Het is geen mens, het is een beest. Je doet dat niet, hè, kinderen. Vandaag probeert Patricia om een normaal leven op te bouwen. Tijdens haar jeugd werd ze van haar 6e tot haar 15e stelselmatig seksueel misbruikt door haar vader. Het is meermaals gebeurd als mijn moeder niet thuis was. En dan voelde hij hem sterk. Dan had hij mij in zijn macht. En hij zei, wil je naar buiten of wil je nog een uur naar de kermis? Dan ga je eerst dit doen. Haar vader gaat stap voor stap te werk. Zogezegd spelenderwijs. Ja, gekieteld, achter mij zitten, al een keer per ongeluk hier aan uw geslachtsdeel komen. Dan mijn hand nemen en naar zijn geslachtsdeel gaan. En zo al kietelende weg, zo dat je denkt dat dat normaal is. Papa wil met mij spelen, dat is leuk. En je denkt daar niet bij na op deze leeftijd. Als Patricia 8 jaar is, gaat haar vader nog een stap verder. Vanaf dat moment vergrijpt hij zich bijna wekelijks aan zijn dochter. Ik was enorm bang. Dat was iets vreemds voor mij. Ik was angstig. En dan op nog een later leeftijd, rond mijn 14 jaar, ging dat tot een verkrachting. En dat was heel pijnlijk. Enorm pijnlijk. Dat was tussen 4 muren en ik kon niet weg en dat was verschrikkelijk. Ook Patricia houdt jarenlang alles geheim. Haar moeder heeft geen flauw idee wat Patricia's vader aanricht. Want hij misbruikt haar alleen als haar moeder niet thuis is. Dat gebeurde altijd in de woonkamer. En in de woonkamer had je allemaal grote ramen. En er stonden daar hoge planten. En de zetel stond daarvoor. En ik kon wel kijken of mijn moeder op komst was of niet. Want er was al een keer gebeurd dat hij bezig was met mij te misbruiken. Dat hij zei van, je mama is daar, ga maar zien naar je kamer, doe je kleren maar aan. Hij heeft ook zeer zijn broek aan gedaan, weer die deur open in de gang. En lijkt of dat er niks gebeurd was. Op haar 15e gaan Patricia's ouders uit elkaar. Patricia gaat bij haar moeder wonen, waardoor het misbruik stopt. 7 jaar later ontmoet ze haar man, maar ook hem vertelt ze niets. Ik heb al een aantal keren gedacht, tja, er is iets. Wat is er? Ik kon die schelp niet open krijgen. Bij Patricia komt de waarheid pas na 8 jaar huwelijk naar boven. Intussen is haar vader hertrouwd en misbruikt hij haar 2 stiefzussen. Dat was zo'n een slag in mijn gezicht van, toen ben ik door de mand gevallen. Toen kon ik niet zeggen van, nee, er is met mij niks gebeurd geweest, want ik was zodanig kwaad dat ik zei van, het is geen waar, heeft mijn stiefzusters ook al misbruikt. Dat nooit in mijn gedachten gegaan is dat hij dat bij mijn stiefzusters ook ging doen. Ik dacht dat ik altijd alleen was. En toen heb ik gezegd in mijn eigen van, Patricia, neem de kans. Zag ook de waarheid. Vandaag starten Patricia en William officieel met VZW Kinderkreet. Telefonisch of via de website kunnen slachtoffers van kindermishandeling bij het koppel terecht. Ook Patricia is niet te spreken over de straf die haar vader kreeg. Voor 25 jaar misbruik van 3 kinderen kreeg hij 5 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Vandaag zit hij al 1 jaar in de cel. Ze hebben ons uitgenodigd om een gesprek, omdat ze bezig zijn met een vervroegd vrijlating. En daar ben ik zeker niet mee akkoord. Zeker niet. De straf dat hij moet zitten kan in feite niet lang genoeg zijn, laat ons maar zeggen. Wat is een jaar voor hetgeen dat hij allemaal gedaan heeft? Wij zijn langer al gestraft, of hem? Ik zeg, dat is een litteken voor de rest van je leven. Zijn bedoelingen was om mij klein te krijgen. En misschien in het begin was dat wel gelukt. Maar met ook ouder te worden en meer te beseffen, heb ik ook gezegd van, het zal je niet lukken, mij krijgen niet klein. Wie contact wil zoeken met de VZW Kinderkreet, die vanavond door Patricia officieel werd voorgesteld en gelanceerd, geven we even de website mee. U kan daar terecht voor meer gegevens en telefoonnummers en dergelijke.